Het was voor mij een hobbelig pad om te komen waar ik vandaag de dag sta. En met mijn verhaal wil ik jou graag inspireren om op zoek te gaan naar jouw potentie. Om op zoek te gaan naar de verborgen kracht in jou. Om te geloven in jezelf en je zult verbaasd zijn van wat je allemaal kan. Mijn naam is Suleyman en leuk dat je kijkt naar mijn eerste video. Ik heb een bijzonder verhaal en dat verhaal deel ik graag met jou. Ik ben geboren met een zeldzame ziekte genaamd achalasie. Niet wetend dat deze ziekte ervoor zou zorgen dat ik 40 kilo zou afvallen in 8 maanden tijd. Ik ben van een onzeker jochie getransformeerd tot een zelfverzekerde man. En met mijn fitnesstransformatie en mijn verhaal wil ik jou graag inspireren en motiveren. Ik neem je graag mee, dus blijf vooral kijken. We gaan terug naar het begin. Het is mei 2011. Ik ben 13 jaar oud en ik ben een gezonde jongen. Ik leef een normaal leven. Het is een normale dag. Ik kom thuis van een schoolreis. Alles gaat goed. Tot het avondeten. Ik merk tijdens het eten dat het me niet lukt om te slikken. Het voelt heel gek. Maar dit probleem heb ik nooit eerder ervaren. Dus ik denk, het komt morgen vast wel goed. Maar morgen kwam het ook niet goed. En overmorgen ook niet. Dagen werden weken. En weken werden uiteindelijk maanden. Deze ziekte heeft ervoor gezorgd dat ik niet kon slikken. Het eten wat ik probeerde door te slikken stapelde zich op in mijn slokdarm. En op een gegeven moment moest ik het eten elke keer uitspugen in een zak. In totaal ben ik 40 kilo afgevallen in 8 maanden tijd. Maar gelukkig was er ook voor mij licht aan het einde van de tunnel. Ook ik heb nooit opgegeven. Na meer dan 4 operaties ben ik uiteindelijk op de juiste weg beland. Ik ontwikkelde mezelf weer als persoon en ik voelde me steeds weer beter. Maar wat veel belangrijker was voor mij, ik kon eindelijk weer eten. Ik heb mijn gezondheid vaak voor lief genomen. Ik dacht dat dingen vanzelfsprekend zijn, maar dat is echt niet het geval. Ook ik heb dat zelf moeten ervaren om dat nu te kunnen vertellen. In 1 dag sloeg alles voor mij om. Ik ontdekte hoe ik in spiermassa kon aankomen. Ik ontdekte dat voeding de sleutel was tot het aankomen in gewicht. Ik maakte hier een obsessie van. Fitness werd voor mij een geloof. Dag in, dag uit. Ik bleef hard werken aan mezelf. Ik zette zelfs wekkers midden in de nacht om op te staan zodat ik kon eten. Ik propte mezelf vol. Ik rekte mijn maag uit, want ik had een doel voor ogen. Deze onzekere jongen zal zichzelf transformeren tot een zelfverzekerde man. Ik was het zat om anders te zijn. De pesterijen en het gevoel wat ik had zou plaatsmaken voor een persoon die anderen zou inspireren. We gaan naar het begin van de transformatie. Dit is 2011. Het jaar waarin ik in Marokko zat samen met mijn vader om op zoek te gaan naar een dokter die mij kan genezen. Zoals je ziet ben ik al erg mager op deze foto en ben ik al erg veel afgevallen. Later in december wisten ze pas wat voor ziekte ik had. Toen was ik nog veel meer afgevallen. Alleen in die periode was ik natuurlijk niet tevreden met mezelf. En heb ik geen foto's gemaakt van mezelf. Ik durfde niet eens te eten in het bijzijn van anderen. Laat staan, foto's maken van mezelf. We gaan nu naar het jaar 2012. Het jaar waarin ik 5 keer ben geopereerd. En het jaar waarin het mij weer lukte om te kunnen eten. Ik kwam in aanraking met fitness. En het begin was gemaakt. We gaan naar het jaar 2013. Ja, dat jaar ken ik nog wel heel goed. Dat was het jaar dat ik echt van fitness begon te houden. Ik kon al veel beter eten. En het enige probleem wat ik toen had is dat mijn voeding echt heel slecht was. Na de training at ik gewoon roze koeken en kocht ik een patatje bij de Febo. Dat soort dingen deed ik. Maar je kon wel zien dat ik al lekker bezig was. Wat je ook kunt terugzien in 2013, wat ik heel vaak deed. Ik vergeleek mezelf heel vaak met mijn vader. Mijn vader die was vroeger ook een fanatieke sporter. Daar keek ik altijd naar op. En zoals je kunt zien maakte ik graag een collage om te kijken of ik al in de buurt kwam van zijn fysiek.
Ik denk dat het nu wel is gelukt, maar toen was het nog altijd een grote droom voor mij om in de buurt te komen van hem. Dit is het jaar 2014. Sowieso mijn favoriete jaar. Want dit was het jaar waarin ik echt into de fitnesswereld kwam. Ik las boeken over fitness, ik bekeek filmpjes op het internet over fitness. En ik begon echt een interesse op te wekken over voeding. Maar dat kun je ook zeker terugzien aan het fysiek wat ik op dat moment heb. Ik was echt niet meer te stoppen. Ik boekte progressie en ik voelde me echt zelfverzekerd. Yes, 2015. 18 jaar. Jong ben ik. Yes. 110 kg. Ja. Doe je ding. Push. Lekker. Ja, mocht. Ik voel me echt al een man. Ik zie lijnen in mijn lichaam die ik nooit eerder heb gezien. En ik begin echt massa te winnen. Het is ook het jaar waarin ik modellenwerk begin te doen. En ik meer aandacht krijg van vrouwen. En ik begin me echt heel zelfverzekerd te voelen. En dat kun je wel zien op de foto's. Ik zie er veel groter uit. En ja, fitness is wel echt mijn leven op dit moment. Het is geen onderdeel van mijn leven. Maar het is echt mijn leven. Het heeft me echt gevormd. 2016. Een minder jaar voor mij. Het was het jaar waarin ik een blessure oploop. Mijn schouder die gaat in de kom. Dat heeft me heel veel verdriet gedaan. Ik begin het fitnessen te verwaarlozen. Goede gewoontes maken plaats voor slechte gewoontes. Ik heb natuurlijk heel lang een strikt dieet gevolgd. Ik heb een bepaalde lifestyle gehad. En nu opeens ga ik niks doen. En ontdek ik een andere kant van het leven. Allemaal afleidingen komen opeens op mijn pad. En dat zorgt ervoor dat mijn fysiek flink afneemt in mijn ogen. Dus de motivatie ben ik wel een beetje kwijt hier. Natuurlijk, wat ik zeg, fitness is niet meer een onderdeel van mijn leven. Fitness heeft mij gemaakt. Ik ben deze sport eeuwig dankbaar. Dus besluit ik om weer te knallen. Ik herstel van mijn schouder en ik ga gewoon weer vol gas in de gym. En ik bouw gewoon weer een fysiek op waar ik trots op ben. We gaan naar 2017. Dat is ook een heel belangrijk jaar in mijn leven. Heel veel mooie herinneringen, maar op het gebied van fitness niet helemaal. Aan het begin van 2017 ben ik juist aan het knallen en ben ik aan het werken voor een goed fysiek. Want ik ga een half jaar lang reizen in Azië. Dus ik wil graag in shape zijn als ik daar aankom. En dat lukt denk ik ook prima. Maar helaas, ongeluk zit in een klein hoekje. In mijn derde week op vakantie maak ik een motorongeluk. Ik heb een grote wond in mijn knie waar ik 12 hechtingen aan overhoud en ik kan niet meer bewegen. En ik moet rusten van de artsen. Maar nee, ik ben koppig. Ik probeer toch te sporten, want fitness is natuurlijk heel belangrijk voor mij. Zoals je ziet sta ik hier in de gym met een ingetaped knie. In het begin dacht ik dat dit wel zou lukken, maar helaas dat ging helemaal niet zo goed als ik dacht. Mijn verband zweette helemaal en het was helemaal niet goed voor de wond. Dus ik besluit om te stoppen hiermee. Ik ga gewoon rusten. Na 2 maanden niks te hebben gedaan, denk ik, weet je, ik ga gewoon genieten van het leven en ik laat fitness voor wat het is. Maar ook dat heeft zijn prijs gekost. Een paar maanden later sta ik in Vietnam en besluit ik mezelf te wegen. En ik schrik van wat ik zie. Gekke skinny body gekregen. Oef, wat is er nou gebeurd, man? Ik ben 10 kilo afgevallen. Alweer, denk ik. Al die moeite, al het harde werken. En het is nu gewoon weer allemaal weg. Maar ik heb vaker overwonnen. Dus ik besluit om weer te gaan knallen in Nederland. Ik besluit om weer te gaan bouwen. Maar hoeveel ongeluk kun je hebben? Het overkomt me weer. Weer ongeluk. Dit keer is het een klaplong die ervoor heeft gezorgd dat ik in het ziekenhuis beland. Nee, maar pof. Thank you.
Uiteindelijk mocht ik 3 maanden niet sporten. In ieder geval geen zware gewichten heffen. En het heeft nog veel langer geduurd voordat ik terug was op mijn oude niveau. Bam bam bam, 2018. Tijd om weer te overwinnen. Ik heb het al eerder gedaan. Ik heb voor hetere vuren gestaan. De achalasie heeft mij natuurlijk een bepaalde kracht gegeven. Ik heb mezelf laten zien dat als er een wil is, is er een weg. Die drive, die zit in mij. Als ik het echt wil, dan gaat het hoe dan ook gewoon lukken. En dat heb ik in 2018 ook tegen mezelf gezegd. Luister, je hebt ongeluk gehad, je hebt tegenslagen verwerkt, maar het is gewoon weer tijd om door te gaan, want je leeft in nu. Wat is geweest, is geweest. Wat nog komen zal, dat kun je allemaal creëren. En dat was voor mij ook gewoon een moment van, nu moet ik het opnieuw doen. Ik besloot gewoon om weer te gaan knallen in de gym. Ik besloot om weer te gaan trainen. En zoals je kunt zien, ben ik hier weer veel groter. Want een jaar geleden zat ik nog in Vietnam. Op dat filmpje zag je dat net heel duidelijk. Dat ik een mager ventje was. Maar dat mager ventje is inmiddels weer verdwenen. Ik was in shape. Ik was weer aan het reizen. En dit keer was ik gewoon lekker aan het sporten op vakantie. Dit keer heb ik die fout niet opnieuw gemaakt. Ik bleef trainen. 2019. Dat is het jaar waarin ik heb geknald. Dat is ook het jaar waarin ik deze shape heb behaald. Ik denk, voor mezelf persoonlijk, als ik dat mag zeggen, was dit mijn beste shape ooit. Ik was echt lekker bezig, mijn motivatie was hoog. En dat was echt een jaar waarin ik vooral tot het besef kwam wat voor reis ik heb gemaakt. Van hoe ver ik ben gekomen. Vaak als je het doet, dan realiseer je het niet meer. Alles went. Ook het lichaam wat ik heb gebouwd in jarenlang, dat wende voor mij. Ik dacht dat het allemaal gewoon normaal was. Maar tot ik foto's zag en toen ben ik me gaan realiseren dat het allemaal niet vanzelfsprekend is. Dat ik echt wel heb moeten strijden hiervoor. Maar de ingrediënten die hebben gezorgd voor dit geweldige succes, al zeg ik het zelf. Want voor mij is het echt een succesverhaal. Dat zijn discipline, geduld, doorzettingsvermogen en geloven. Je moet echt geloven in jezelf. Ik geloofde in mezelf. Al had ik een slikprobleem en kon ik niet eten. Ik wist gewoon dat het me zou lukken. En ik stelde mezelf al voor als een brede jongen. Wat ik ook wel eens deed voor de grap. Ik droeg in het begin maatje XS. Dat kan je hier heel goed zien. Dat zie je aan die armpjes van mij. Dat was XS of XXS. Ik kocht bewust grotere shirts. Want dan zei ik, ik wil hierin groeien. En die shirts heb ik nog steeds. Want het is me gelukt. Het zijn een soort van trofeeën geworden voor mij. Het was een droom dat ik op een dag groot genoeg was om goed te passen in die shirts. 2020. Wat nu? Wie ben ik nu? En wat is het doel? Een mooi fysiek is niet meer het belangrijkste doel voor mij. Want een mooi lichaam, dat wordt ook oud en dat zal ook ooit versleten zijn. Dat blijft niet voor altijd. Ik heb een groter doel. Ik wil anderen helpen, anderen motiveren en anderen inspireren. Om die reden ben ik samen met mijn zusje Karima een community gestart. Karima runt op dit moment Get Fat With Me. Deze community zet zich in voor vrouwen met ondergewicht. Ben jij een vrouw en heb je dat probleem? Ga het zeker checken. Maar de community die wij opzetten, die richt zich voornamelijk op mannen met ondergewicht. Ik weet hoe het is om als jongetje onzeker te zijn over mijn eigen lichaam. Ik heb alles zelf moeten doen. Maar ik wil graag de persoon zijn die anderen helpt. Andere mensen die hulp nodig hebben, die wil ik graag een helpende hand toereiken. Dus ben jij een man met ondergewicht, meld je dan aan voor de community en sluit je aan bij ons. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren of motiveren. Maar nog veel belangrijker, ik hoop gewoon dat ik ervoor heb gezorgd dat jij die groeitrein gaat instappen. Want weet je wat het is? Het is heel simpel. Die groeitrein, die dendert maar door. En die stopt niet. Dus stap in en groei lekker mee. Tot de volgende keer.